Ja, overwetering verliest vandaag thuis met 0-3 van Soyoje. Maar voor de mensen die uh, niet bij die wedstrijd zijn geweest, zouden denken: van, Ah, overwetering had niks te zoeken vandaag. Nou, als je de eerste helft had gezien, had het zomaar ook 3-0 voor jullie kunnen. Misschien wel moeten zijn. Hun straf in zes minuten af wat jullie nalaat scoren. Ja, dat klopt. Ontzettend zuur. Dat heb ik uh, maandag ook in mijn mond genomen. Maar nogmaals. Klopt het dat we de eerste helft uh, bij vlagen domineren, kansen afdwingen en het uh, gewoon heel goed doen? Ja, en dan uh, zeg, spreek je af met de tweede helft om, om in principe zo door te gaan. Wel te letten op, uh, op hun voorwaartsen, die uh, nou ja, gewoon uh, wel nou ja, goed zijn. Uh, ja, dan komt er een situatie waarin een afgeslagen cornerbal is waarin uh, Hushan. Daarna Oscar uh, zeg maar, omgespeeld wordt. En, en eentje van hun op de 16 meter uh, in de korte hoek binnenschiet. 1-0. Ja, dan gingen we even door de grond. Want we hadden in principe gewoon vandaag de kans om uh, een punt uh, ofwel drie punten te pakken. Nou ja. Dan sta je weer te kijken en dan zie je het scorebord met 3-0 voor de tegenpartij staan. En dan, ja, mede dankzij ook de kansen die je de tweede helft weer krijgt. Ja, volgens mij waren het er drie voor open doel, of vier, ja. Dus... Ja, weet je, dan, dan ben je een beetje onmachtig. En uh, ja, die jongens doen het ook niet expres. En uh, het is ook gewoon natuurlijk een kwaliteit doelpunten te maken. En uh, de overtuiging, dat is wel zo. Van goh, dat bal door het net willen janken, als het ware. Die, 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 ja, dat mis ik dan wel. Het is allemaal uh, net onder de bal, waardoor die bal overgaat. En ja, goed. Uh, ja, zeg maar. Ja, je zegt van de bal die naar hier gaat. Overtuigend misschien, maar misschien is dat ook wel omdat je ja, onderin strijdt voor elke punt. In die zin dat dan de onzekerheid in die zin dat je hem dan net even te killen mist. Ja, maar we staan onderin. Maar dat is niet te zien aan ons veldspel. Dus we, 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 we spelen het goed van achteruit in het middenveld naar de aanvallend los. Uh, de eerste helft was Hushan op dreef. Tweede helft is Oscar op dreef. En meerdere mogelijkheden voor beide doelen. Zowel de eerste als de tweede helft. Ja... Dus, dus je zou zeggen, als je onderaan bijvoorbeeld, ja, dat gaat alles matig. Maar ja, ik heb dat vandaag niet gezien. Uh, wat, wat ik wel gezien heb, is gewoon uh, zeg maar uh, uh, in die 16 de killermentaliteit. En gewoon, uh, de, uh, gewoon alles meenemen wat er maar in zit. En uh, ja, dat heb ik wel gemist. Ja, amusement, was hoog vandaag. Maar ja, je koopt er niks voor. Helaas geen punten. Je had dat wel verdiend. Maar ja, uithouden en uh, op naar Achilles. De volgende wedstrijd, de volgende finale voor jullie. Nee, dat klopt ook. Ik heb altijd gezegd: van ik, ik kijk ook op de lange termijn. En ik kijk niet uh, naar die ene wedstrijd, alhoewel de punten nodig hebben. Maar als ik kijk naar de lange termijn, dan denk ik dat dit overwetering een, uh, ja, gewoon nog punten gaat halen. Dat kan bijna niet anders. En uh, uh, ja, uh, daar moeten we dan uh, op uh, verder gaan bouwen. En dat betekent uh, de aankomende uh, week rust. En dan gaan we door naar, geloof ik, Achilles of voorwaarts. Dus ja. Uh, yeah. yeah. Zonde, helaas, maar wel genoeg gezien om op voor te bouwen. Succes met de voorbereiding en geniet van het lange weekend. Dankjewel, zeer vanzelf wens.